Bert de Bruin uit Enkhuizen is één van de gelukkigen die een kaartje heeft bemachtigd voor de halve finale van de Champions League in Londen tussen Tottenham Hotspur en Ajax. En of hij een echte fan is? Nou, daar hoeft niemand over te twijfelen. Dus dit is het. Wat zien we hier? Het 97e plakboek. Weer gevuld. Ja, en dit is de verzameling die ik de afgelopen jaren een beetje opgebouwd heb. Alle boeken, jaarboeken. 1900, videobanden, dvd's en boekwerken. Vandaag vertrekt Bert al richting Londen. Eerst per auto naar Düsseldorf en dan met het vliegtuig naar Engeland. En hij gaat niet alleen. Max Oud uit Medemblik gaat met hem mee. Maxi! En ook al is het nog 36 uur tot aan de aftrap, langzaam begint de wedstrijd spanning toe te nemen. Maar we hebben er vertrouwen in, toch? Lijkt me wel, het gaat niet van niks zijn. En voordat ze vertrekken, is het eerst nog tijd voor een allerlaatste check. Ja, de toilettas, het schone shirt, de sjaal van Wenen, brengt altijd geluk, paspoort mee. En het belangrijkste? Het kaartje natuurlijk, hè? Dat is hem helemaal. Ijsshirt uiteraard, schone kleding, toilettasje. En verder, ja, niet zoveel belangrijk. Ik heb geen sjaal die heel belangrijk voor me is, dus die heb ik dus ook niet mee. Ik maak me een klein beetje zorgen, maar waar is het kaartje? Oeh ja, die zit in mijn binnenzak van mijn jas. Dat is hem. Zonder kaart komen we nergens in. Dat is het belangrijkste wat op dit moment speelt. Ik denk dat je hier wel 600-700 euro voor kan krijgen als het even mee zit. Zou je het doen? Absoluut niet. Halve finale Champions League. Had je daarvan kunnen dromen? Nee, dat gelooft geen van ons. Dat je, als jij in het begin van het seizoen gezegd hebt, we gaan halve finale van de Champions League halen, dan dat gelooft helemaal niemand. Dan word je voor gek verklaard. Maar ja, het is wel zo. En we gaan ons uiterste best doen om daar wel de finale ook van te halen. Wat voor de uitslag? 1-2. Ja, echt 1-2.